Het mondkapje is niet meer uit ons leven weg te denken. Morgen wordt hij officieel verplicht in publieke ruimtes. Ik ga het gewoon doen. Kijk, is het niet voor mezelf, dan doe je het voor een ander. Dus daarom doe ik dat. Gemeentes zoeken leden voor de stembureaus. Ali uit Assen test mogelijk coronavaccin. En het weer met Aldert. De wadenplekken in Drenthe worden aan de grond. 5 tot 7 graden vreugde. Ja, dat zijn serieuze nachtvorsen. En de winterliefhebbers die spitsen natuurlijk de oren. Maar helaas, ik heb slecht nieuws voor je. Het wordt aan de weer. Straks meer. Goedenavond. Een overgrote meerderheid van de inwoners van Noord-Nederland is van plan zich te gaan houden aan de mondkapjesplicht. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe, Omroep Friesland, RTV Oost en RTV Noord. Vanaf morgen is het voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. En dan gaat het onder meer om supermarkten, kappers en theaters. Waar je nu nog kunt besluiten om geen mondkapje te dragen, kost je dat vanaf morgen €95. 88% van de Drentse ondervraagden geeft aan zich zeker aan de mondkapjesplicht te houden. 9% twijfelt nog en 3% van de mensen zet hem niet op en riskeert dus een boete. Ik ga het gewoon doen. Kijk, is het niet voor mezelf, dan doe je het voor een ander. Nou, ik wel, ja. Heeft u er moeite mee? Nee. Nee, ja. Het is niet anders, dus nee hoor. Ik denk het wel. Nou, ik doe het sowieso al eigenlijk overal. En jij? Ja, het moet toch bijna overal al. Dus, Het is niet anders. Het is de tijd. Dus dat doen we maar. Ja, niet op straat natuurlijk, maar wel in de winkel. Dat doen we nu ook al, dus dat is geen probleem. We vroegen de mensen ook of zij denken dat mondkapjes helpen tegen het verspreiden van het coronavirus. Iets minder dan de helft twijfelt daaraan. 41% is ervan overtuigd dat het helpt en 15% denkt van niet. Ik denk dat het altijd wel iets helpt. Hè? Voor jezelf, maar ook voor die ander. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan. De een zegt wel en de ander zegt niet. Ik weet het niet. En misschien wel, nou, dan is dat mooi meegenomen. Dat, ja, daar heb ik mijn twijfels over. Maar goed, het is weinig moeite toch om het wel te doen. Ik denk als je gewoon je mondkapje goed gebruikt, dan heeft het nut. Mogen mensen zelf bepalen of zij een mondkapje dragen of niet? Bijna 60% vindt dat de mensen dat niet zelf mogen bepalen. Een kwart van de ondervraagden twijfelt en 18% vindt dat iedereen dat zelf moet weten. En wat doe je als iemand geen mondkapje draagt? Bijna de helft van de mensen zegt er niets van. 37% van de ondervraagden twijfelt of ze mensen gaan aansporen om een mondkapje te dragen. 1 op de 5 doet dat zeker wel. Nee, ik ga er met een boog omheen. Dat moeten ze zelf weten. Het is hun eigen verantwoording. Ja, dan moeten ze zelf omdenken, hun eigen portemonnee, toch? Dan weet ik niet of ik dat wel zou doen. Ik verkoop ze ook, dus je kan ze altijd bij mij krijgen. Gaat u ook mensen weigeren morgen als ze geen mondkapje op hebben? Nee, ik ga geen politieagentje spelen. Nee. Een uitgebreidere uitslag van onze enquête vindt u op onze website rtvdrenthe.nl. Een 34-jarige automobilist uit Elim is vanmorgen om het leven gekomen bij een ongeval bij zijn woonplaats. Het ongeluk gebeurde op de Barsweg tussen Elim en Slagharen. De man botste met zijn auto tegen een boom, waarna die in een greppel terecht kwam. De bestuurder zat alleen in de wagen. Volgens getuigen zou gladheid de oorzaak van het ongeluk kunnen zijn, maar de politie kan dat niet bevestigen. De organisatoren van het Feest van de Democratie zoeken uitbreiding van de feestcommissie. Met andere woorden, gemeenten hebben extra handen nodig om de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar vlekkeloos te laten verlopen. En die zoeken ze dicht bij huis. In de 4 grootste dorpen van A en Hunze blijven de stembureaus waarschijnlijk 3 dagen open in verband met de coronamaatregelen. En daarvoor zijn er dus meer vrijwilligers nodig dan in andere jaren. Wil je tellen, meld je. Wil je op stembureau zitten in Aanhunze, meld je ook bij ons. Maar wat we ook gaan doen is naar voetbalverenigingen, andere sportverenigingen. En eigenlijk vragen van, hebben jullie niet een groep vrijwilligers die ons wil helpen met het tellen van de stemmen? En daar staat dan uiteraard ook een vergoeding voor de club tegenover. Dus het verenigingsleven wordt aangesproken en dan doe je het dus niet voor jezelf, maar voor de club. Je doet het voor de club, eigenlijk natuurlijk ook iets hoger doel voor de democratie. Het is natuurlijk eigenlijk ook heel mooi dat je samen een rol kunt vervullen bij het tellen van de stemmen. En dan komt het de club ten goede en het komt eigenlijk ons allemaal dan ten goede. Deze campagne start het Rijk vandaag om verse krachten te werven. Het is ook een pittige klus, een lange dag op het stembureau of tot diep in de nacht stemmen tellen. De coronamaatregelen vragen meer van de organisatie, die vaak ook op leeftijd is. U woont toch hier? Ja. Dan moet u even terug naar uw kamer en dan moet u even de envelop ophalen.
Nou, het vergt best wat. Wil je alles toegankelijk hebben? Wil je ook in de stembureaus geen grote rijen hebben? Wil je dat allemaal ook op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden? Vergt dat heel wat aanpassingen ten opzichte van andere jaren. He, je hebt ook vaak woonzorgcentra die fungeren als stembureau. Ja, kan dat nog wel? Moeten we niet een andere plek? Hoe is het goed toegankelijk? Al dat soort vraagstukken word je nu gewoon voorgesteld. Oh, daar gaat hij. Helemaal goed, hè? Hartstikke okay. Bedankt. Okay. Dag, tot ziens. Dag, tot ziens. Dank u wel. Nou, vandaag gaan we naar zes gezinnen toe. En dan gaan we feestje vieren met de kinderen. Er mag al zo weinig. Dat zometeen. Er is nog geen vaccin tegen corona, maar dat kan binnenkort veranderen. Op dit moment worden verschillende vaccins getest op veiligheid bij mensen. Ali Drent uit Assen hoefde niet lang na te denken toen ze dat hoorde en meldde zich aan als proefpersoon. Ze testen een bestaand vaccin tegen TBC dat misschien helpt tegen corona bij chronisch zieken. Niks bijzonders. De arm bloot maken en hier kreeg ik een injectie in. Dat was wel een beetje pijnlijk hoor. Maar dat was eigenlijk alles. Ali Drent is ingeënt met het BCG-vaccin. Dit is een bestaand vaccin tegen tuberculose dat ook effect heeft op andere luchtweginfecties. Dat sprak mij natuurlijk wel heel erg aan, met name omdat ik longpatiënt ben. En als het zo is dat ik minder klachten krijg, dan teken ik daar natuurlijk voor. Als blijkt dat het BCG-vaccin ook beschermt tegen corona, kan het ingezet worden tot er een heel nieuw coronavaccin klaar is. Wereldwijd zijn er meer dan 100 verschillende vaccins in ontwikkeling. Ik dien graag de wetenschap. Ik heb zelf 23 jaar in het UMCG gewerkt. En daar ben ik een heel groot deel van wetenschappelijk onderzoek geweest. En voor de toekomst is het natuurlijk alleen maar goed. Als mijn kinderen of mijn eventuele latere kleinkinderen daar baat bij kunnen hebben, is dat natuurlijk alleen maar een voordeel. In dit onderzoek krijgt de patiënt 1 injectie met het vaccin en wordt daarna een half jaar in de gaten gehouden. Dit gebeurt via een app. Als ik van deze klachten heb, moet ik dat invullen en meld hier een coronatest. Dat heb ik dus maandag ingevuld. Ze brengen het net onder de huid aan en ik had hier een bult en die is eigenlijk nog niet weg. Hier zit nog een heel klein bultje en dat is eigenlijk het enige. Drent snapt dat niet iedereen proefkonijn zou willen zijn. Maar voor haar geldt, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik behoor natuurlijk tot een hele kwetsbare groep. Als ik COVID krijg, dan kan ik aan sterven. Dus ik was nog niet van plan om eruit te stappen. Dus laat mij maar dat vaccin halen in de hoop dat ik dan nog wat langer hier kan zijn. Inwoners van Witteveen zijn begonnen met de aanleg van een eigen voedselbos waaruit iedereen mag eten. En omdat het bos straks van iedereen is, helpt ook iedereen bij het planten van de bomen. Zo, jij maar boven, dan wil ik het zand erbij doen. Het idee voor het bos komt van dorpsbewoner Sipke Wiersma. Hij had er ooit eens over gelezen en opperde het tijdens een discussieavond van de gemeente. De ambtenaar die zei dus van, dat is een goed plan. Ga er maar mee aan de slag. En dus komen er nu op meerdere lapjes grond, verspreid door het dorp, onder meer fruitbomen en bessenstruiken te staan. Blikvanger wordt een walnotenboom en die wordt heel groot. Als wij hier over 10, 15 jaar staan en ik sta hier, dan sta ik nog onder die boom. Veel bomen krijgt Witteveen cadeau, maar ze moeten ze wel zelf planten. Dat iedereen helpt, heeft een voordeel. Dan heeft ook iedereen heeft het gevoel, dat hebben wij mooi opgeknapt. Hebben wij mooi gedaan. Leuk verdeeld in het dorp. Iedereen heeft zijn eigen deel die hij gaat planten. Dus is goed geregeld. Wat doet dat u als u dat zo ziet? Dat al die mensen toch komen bomen planten? Dan zit ik gewoon te groeien. Ja? Ja. Dat is fantastisch. Het mooiste wat er is, de boompjes planten en over een jaar of zo de vruchten van plukken. En dan met het hele dorp lekkere appeltaarten bakken en weet ik veel, piperen koeken en bramenstruiken, die leeg gewoon leegtrekken. Je begint al een beetje te watertanden. Ja, zeker weten. De hongerige Witteveners moeten nog wel even geduld hebben. De eerste vruchten worden op zijn vroegst over 2 jaar verwacht. Geen intocht, geen pietenhuizen, geen grote Sinterklaasfeesten. Door corona kunnen heel veel dingen niet doorgaan, maar de Sint zit niet bij de pakjes neer. Hij gaat extra veel op huisbezoek en je kan zelfs met hem videobellen. Hallo. Hey. Wat gezellig. Hey, dag lieverds.
Hé, hey, maar wat is er nou van de week gebeurd met een schoentje zetten? De verkeerde schoenen bij de verkeerde huis gedaan en zo. De coronacrisis dwingt ook Sinterklaas tot creatieve oplossingen. Zo kun je bijvoorbeeld een videobel afspraak met hem maken. Wij gaan met de tijd mee, wij denken mee. En zoals Sinterklaas altijd zegt, het komt altijd goed. In het echt doet hij alleen nog kleine huisbezoekjes. Tot en met 5 december staat zijn agenda daar vol mee. Alles heel coronaproof. Alles coronaproof. En nu gaan we? We gaan nu naar Zwarte Meer. Ja, zo'n grote boek. Ja, oh, mijn boek. En wil jij mijn staf wel even wegzetten? Ja, kan je dat? Zal ik in die stoel gaan zitten? Nou, komen jullie gezellig bij mij zitten dan? En had je je schoen daar gezet? Nou, vandaag gaan we naar zes gezinnen toe. En dan gaan we feestje vieren met de kinderen. Er mag al zo weinig. Het maakt het bezoek wat kleiner, wat intiemer en misschien wel knusser. De grote bezoeken met 3-4 gezinnen, ja, dat kan helaas niet dit jaar. Dankjewel, maar wie helpt me even uit de stoel, anders kom ik hier uit de stoel. Doe jij dat ook, Line? En jij ook, Louise? En met z'n tweetjes? 1, 2, oh! Zo proberen we op een zo veilig mogelijke manier toch nog even wat gezelligheid rond de Sinterklaas te brengen. Dit is de ijsbaan van Witten en ze heeft zich de moeite bespaard om nog water op te brengen. Want ja, mag toch niet van de RIVM misschien schurven. Nou, in ieder geval hoeft RIVM daar zich niet over te buigen, want winter wordt het ook voorlopig niet. Want de temperatuur die ging vandaag al storig is aan naar boven, blijft vannacht ook rond boven nul, zo'n 5 graden. Het is bewolkt, het is regenachtig en er zit matige westenwind. Ook morgen vroeg is het in eerste instantie nog regenachtig. In de loop van de middag wordt het weer wat droger. Er zit een vrij stevige noordenwind en de temperatuur een stuk hoger dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 9 graden, maar als het wel zoveel aangenamer wordt. Woensdag is een stuk rustiger. Hoegenaamd geen wind. Het is wel een bewolkte dag, wel op de meeste plekken droger. Beetje nevelig, temperatuur zo'n 6 graden. Maar donderdag en vrijdag, ja, die verloopt dan weer wat miserig, wat motregen. Beetje waterkoud weer, beetje stevige zuidelijke wind. En het wordt dan zo'n 5, 6 graden. Winter dus in de verste verte niet. Dus de ijsbaan, die blijft voorlopig nog wel in dicht. Alden, dankjewel. Dit was hem weer. U kunt voor het laatste nieuws natuurlijk gewoon bij ons blijven via de app en de site. Daar leest u onder andere meer over dat we in Drenthe heel gelukkig zijn. Met name in de gemeente Noorderveld en Tinalo. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.